iemand wil, ja, dan houdt het op. 160 arbeidsmigranten in het Joods werkdorp en anders gaat het terrein dicht. Eigenaar Joep Karel komt met een laatste voorstel om het historisch werkdorp in Nieuwe Sluis open te houden voor publiek. Als rijksmonument en als educatief centrum. En om de kosten te dekken wil Karel op het terrein huisvesting voor arbeidsmigranten. Maar al zijn eerdere opties zijn door de gemeente afgewezen. Ja, het is na 12 jaar, zoals we in West-Friesland zeggen, mooi geweest. Mijn goed bedoelde intentie voor een behoud van een heel mooi stuk rijksmonument. Dat gaat straks blijken of dat een publieke functie gaat krijgen. Of dat het voor altijd, wat is voor altijd... Maar ja, het gaat wel dicht, mocht het toch niet doorgaan. Ja, dit is dus het verzoek zoals het ingediend wordt. Dit zijn dus de logiegebouwen die gaan komen. 70 kamers worden daar gerealiseerd, dus voor 140 mensen. En in het gebouw komen er boven op zolder, worden er 10 hoogwaardige appartementen gerealiseerd. Omwonenden zijn al van begin af aan tegen arbeidsmigranten in het Joods werkdorp. Dat het er in de plannen steeds minder zijn, maakt ze niet uit. Nou ja, het bord is wat dat betreft duidelijk. Voor ons is deze locatie gewoon het grote probleem. Niet het aantal mensen en ook niet de mensen die komen. Maar je praat hier over 160 mensen op een plek waar voorzieningen minimaal zijn. Als directe buurman, ja. U kunt je voorstellen dat met 160 vreemden om je huis, dat ik daar niet van sta te juichen. Als er 40, 50 mensen zijn, dan heb je een buurman of een buurvrouw. En als er wat is, kun je ze gewoon met elkaar, en je kan met elkaar wat leuks doen van mijn part. Maar als er 160 mensen zitten, is het een gemeenschap op zich. Het is een verhaal met een open einde. En daarom, zoveel vertrouwen heb ik niet in de projectontwikkelaar. Wij willen gewoon het verhaal van het gebouw. Wat is nou het Joods werkdorp? Daar willen wij een heel mooi herinneringscentrum van maken, een museum. Maar niet alleen over het verleden, maar ook de mooie kant, hè, voordat ze begonnen. Maar ook de tragische kant, maar ook over het heden. We willen ook exposities gaan geven over hoe mooi eigenlijk de hele polder is. Donderdag beslist de gemeenteraad van Hollandskroon over het plan voor 160 arbeidsmigranten in het Joods werkdorp. Ik geloof er nog steeds in, maar uiteindelijk als toch blijkt door onverklaarbare iets dat er niet doorgaan, dan, het zij zo, dan vindt men het toch niet belangrijk genoeg.